Mijn naam is Erwin Muis. Ik ben directeur van Elzert en de Bond uit Waalwijk. Wij zijn een aannemingsbedrijf actief in de grond, weg en waterbouw. En na de zomervakantie beginnen wij met het opnieuw inrichten van uw straat. Elzert en de Bond is een familiebedrijf opgericht in 1941 door de opa van mijn vrouw. Wij zijn de derde generatie in het bedrijf. Ik heb samen met mijn zwager de zaak overgenomen. Traditioneel georganiseerd. We hebben heel eigen mensen, eigen stratenmakers, een eigen materieelpark. En zo kunnen wij ook altijd de kwaliteit garanderen, want wij weten wie bij u in de straat het werk komt maken. We hebben ook eigen uitvoerder en een eigen projectleider, Pascal en Michael. En zij zullen zoiets vertellen over het project, hoe we het gaan aanvliegen en waar u terecht kunt met klachten, vragen of opmerkingen. Mijn naam is Pascal Woestenberg. Ik ben 46 jaar oud. Ik werk 5 jaar bij Elzert en de Bond. Voor het project Omgeving Witte de Witstraat ga ik projectleiding doen en omgevingsmanagement. Wat houdt het in? Projectleiding ga ik Michael, de uitvoerder, ondersteunen, technisch gebied. En qua omgevingsmanagement ben ik jullie aanspreekpunt voor de buurt. Dus zijn er klachten, bereikbaarheid, dan kan je bij mij melden. Je kan mij bereiken via het telefoonnummer op de brief staat of via het mailadres. Ik ben Michael van Balen, 23 jaar oud. Sinds een paar jaar werkzaam bij Elzert en de Bond. Ik mag de uitvoering gaan doen binnen het project in Dinteloord, Witte de Witstraat. Ik kan jullie eventjes meenemen in de planning ervan. Dus als je ziet op de tekening is het werk in 9 werkvakken verdeeld. We beginnen eigenlijk met het aanleggen van de tijdelijke parkeerplaats in de Van Galenstraat. Nadat we dit gedaan hebben, dan gaan we het werkvak nummertje 2 uitbreken. En nummertje 7, dat gaat tegelijk lopen. 2 is de Witte de Witstraat en 7 de Tromstraat. Als dit gereed is, pakken we werkvak 3 en werkvak 4 tegelijk. Nou, dan werken we eigenlijk zo via werkvak 5 en 6 eruit. En 6 gaat weer tegelijk met werkvak 8 en 9. Ja, die werkvakken maken we eigenlijk zo om zo min mogelijk hinder bij de werkzaamheden mee te brengen. En, de werkzaamheden die starten na de bouwvak, 17 augustus, en zijn dit jaar met de kerst gereed.